Macht is als ik controle heb over jou, vind ik. Maar jij kan zeggen, ik neem de controle over mijn leven. Design your own life. Tenzij jij ervoor kiest, nee, ik laat andere mensen dat voor mij doen. Mm. Ik laat jou mijn leven designen. Mijn ouders. Ofwel maatschappij, ofwel overheid. Dus dan is de macht over jezelf is weg. Heel veel mensen laten zich leven zonder dat ze dat door hebben. Want iedereen wil heel veel, maar ze bereiken nooit iets omdat het niet hoeft. En mensen zeggen, oh, dat zou ik ook wel willen. Ik zeg, nee, dat is niet waar. Je houdt jezelf voor de gek, want als je het zou willen, zou je het doen. Het grootste probleem waar wij last van hebben, is de stress die we zelf creëren. Als er geen vijand is in jou, is er niets om tegen te vechten en kun je nooit verliezen. En als je nooit kunt verliezen, kun je alleen maar winnen. Jij bent natuurlijk in ieder geval onderdeel van het probleem. En dat wil je op dat moment niet accepteren. Nee. Want dat weerstand. Het ligt niet aan mij. Ja, nee. Je gaat direct in de weerstand. Ja. En zolang je in weerstand zit, kun je niet accepteren. Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher. While I'm in between the fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature, while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are, in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress. But also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Waarschijnlijk weet je het helemaal niet, maar jij was een van de eerste mensen die een uitnodiging van mij had ontvangen toen ik, vlak voordat ik ging lanceren met deze podcast. Nee. Jij was de eerste die ik had uitgenodigd. Geen idee. Hoe lang geleden is dat? Dat is, ik denk, 8 maanden terug. Oké. Okay. En toen was je in Nederland. Ik zag dat je in Nederland was. Ik dacht, oh ja, maar Michael wil ik hebben. Ja. Wat leuk. Dus ik had toen aan mijn collega Flavio gevraagd of hij even een balletje wilde opgooien. Ja. Maar je was iets te druk. Ja. Maar ik ben blij dat het nu 8 maanden later zover is. Ja, nou fijn. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, ik ben welkom er. Michael. Fijn dat je er bent. Ik ga er even vanuit dat de meeste mensen je natuurlijk kennen. Als dat niet het geval is, geef even een Google of vertel even wat meer over jezelf. Ja, nooit vanuit gaan, want ik merk ook dat er altijd heel veel mensen zijn die geen idee hebben wie je bent. Ik schrijf boeken en ik spreek over zelfontwikkeling, zelfrealisatie, bewustzijn. Dus als ik het in één woord moet samenvatten, zeg ik altijd waar heb ik het over? Over bewustzijn, mensen bewust maken. En het credo dat we gebruiken is leef je mooiste leven. Dus wat ik probeer is om mensen het inzicht te geven dat ieder voor zich op zijn eigen manier een leven kan leven zoals je dat zelf heel graag wilt. En daar bied ik alle tools voor waarvan ik altijd zeg, die leer je niet op school. Ja. Dus alles wat je op school niet leert, vat ik samen als levenskunst. En dan gaat het over de mind, over omgaan met je gedachten. Dat je begrijpt hoeveel invloed je gedachten hebben op je emoties en op je gedrag en dus op je resultaten, oftewel je dagelijks leven. Communicatievaardigheid, energieniveau, maar heel veel mindset. Vandaar ook dat mensen me op een gegeven moment Mr. Mindset gingen noemen. Zo van, oh, heb je Mr. Mindset weer, weet je. En omdat mijn achternaam niet voor iedereen even makkelijk is. Pilacic. Ja, toen zei iemand van, kan je niet gewoon een andere naam doen? En toen dacht ik nog van, ja, maar hoe dan? Ik kan mezelf toch niet nu halverwege mijn leven ineens anders gaan noemen? Dat is ook raar. En toen is Mr. Mindset daarbij gekomen. Want het gaat veel over de mind en over wat er hier gebeurt. En waardoor we ons soms onrustig voelen. Of waar gevoelens vandaan komen. En dat we soms last hebben van trauma's die ons tegenhouden om de toekomst in te gaan. Of het leven te leven zoals wij dat graag willen. En daar heb ik me de laatste 20 jaar in verdiept. Ja, want daarvoor had je natuurlijk een carrière in media. Ja. Dus dat was een hele andere wereld. Waar is die omslag voor jou geweest? Een jaar of 15 geleden is dat wel echt begonnen. En dat had er gewoon mee te maken dat ik zelf redelijk met mezelf in de knoop zat toenertijd. En vaak als dit soort transformaties in het leven plaatsvinden, heeft dat te maken vaak met
je hebt zelf een probleem en dat wil je oplossen. Dus feitelijk wat je doet is je eigen probleem oplossen. En vervolgens kun je daar soms verder mee gaan, je verder verdiepen om daar ook andere mensen mee te helpen. En bij mij was het meer dat ik had mijn mediabedrijf verkocht, eind 2007. Dat is een moment dat je geld en tijd hebt, voldoende geld om zorgeloos te kunnen leven. En als je niet meer hoeft te werken voor je geld, heb je dus tijd. En met die tijd kun je dingen gaan doen. Nou, een van mijn grote dromen was om met een boot te gaan rondzeilen. Ik wilde heel graag eigenlijk de rest van mijn leven op een zeilboot gaan wonen. En rondzeilen. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar doordat ik die tijd had, werd die reis een reis naar zelfbewustzijn, naar mezelf. En kwam ik tot de realisatie van, oké, eigenlijk ben ik diep ongelukkig. Ik voel me niet happy. Ik was, denk ik, 105, 106 kilo woog ik. Niet blij met mezelf of met mijn leven, een van de twee of allebei. En dat ben ik gaan onderzoeken van wat is er nou eigenlijk, wat is er gebeurd in de afgelopen 20 jaar? Want je wist niet precies waar het aan lag. Nou ja, er spelen altijd dingen in je leven. Dus ik kan heel makkelijk zeggen, natuurlijk heeft dat te maken met jou. Logisch dat ik me zo voel. Kijk dan wat er met mij gebeurd is. Het is toch allemaal verklaarbaar? En wat je dan altijd zegt is, het ligt dus niet aan mij. Alleen ik ben het slachtoffer van jou en de omstandigheden. En ik ontdekte, ook wel met behulp van vele leraren en mensen die me daar op wezen, dat feitelijk het probleem bij mij lag. Ja. Ik was het probleem. Natuurlijk was ik niet de aanleiding van alle problemen, maar ik was altijd onderdeel van het probleem, want zonder mij waren al die problemen er niet. En toen werd het echt een reis naar bewustzijn van, oké, wat is er eigenlijk in de afgelopen 20, 25 jaar in mijn leven gebeurd? Ik ben vroeg begonnen met werken. Ik heb altijd heel hard gewerkt. Vond ik altijd superleuk, bij de radio, 538, bij TMF, media, bedrijven verkocht. En toen was het ineens van, en wat nu? Mm-hmm. Letterlijk de vraag, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? En toen was ik nog geen 40. Dus toen leek dat leven ook heel lang voor mij nog. En toen dacht ik van, nou, daar ga ik eens over nadenken. En van het een kwam het ander en nu doe ik alweer bijna 15 jaar dit. En hoe was het dan voor jou om te realiseren dat jij zelf het probleem bent? De eerste paar keer ben je daar niet heel erg van gecharmeerd natuurlijk. En zeker als iemand echt tegen jou zegt, jij bent het probleem. Ja. En mijn levenscoach zei dat al in andere woorden, of misschien heeft hij het ook wel letterlijk zo gezegd hoor. Van ja, jij bent natuurlijk in ieder geval onderdeel van het probleem. En dat wil je op dat moment niet accepteren. Nee. Want weerstand. Dat ligt niet aan mij. Ja, nee. Je gaat direct in de weerstand. Ja. En zolang je in weerstand zit, kun je niet accepteren. En als je niet accepteert, zit je in weerstand, waardoor je altijd de pijn ervaart. Mm. Hè, de mentale pijn. En toen kwam ik bij een Tibetaanse monnik, die zei letterlijk, dat zei hij niet alleen tegen mij, want het was in zo'n workshop met heel veel mensen. You are the problem. Dat zei hij ook tegen iedereen. Ja, ik dacht, oh gelukkig. Zij zijn ook het probleem, weet je. Maar ik realiseerde me heel goed wat hij bedoelde met, jij bent het probleem. Hij zei ook letterlijk van, als jij er niet zou zijn, zouden jouw problemen niet bestaan. Mm. Ja, die hele scène heb ik uiteindelijk in mijn theaterprogramma verwerkt. Dat vond ik wel mooi, omdat voor heel veel mensen is dat een realisatie van, nee, maar ik niet. Ja, jij bent misschien het probleem, maar ik niet. Nee, bij mij is het anders. Jij kent mijn situatie. Ja, ja. En alle situaties zijn anders en toch zijn ze in de basis gelijk. En vanaf dat moment ben ik gestopt met in de weerstand leven. Omdat ik niet wist dat ik in weerstand leefde. Ja, je hebt dat vaak niet door. Nee, je hebt het niet door. Ja. En dat is dat you don't know what you don't know. En wat je niet weet, kun je niet oplossen. Ja. Want het probleem dat bij jou niet bekend is, kun je niet erkennen, kun je niks aan doen. En vanaf dat moment ging het vrij snel. Toen dacht ik van, oké, dit moet ik dus anders doen. En toen was ik lekker op reis, op een boot. En ik ben een paar jaar gaan zeilen in de Middellandse Zee. En het was heerlijk. In de zon, in vrijheid, vaak alleen. Dus heel veel tijd om na te denken. En boeken te lezen. En uiteindelijk boeken te schrijven. Mooi. Ja. En wat was dan het eerste waar je zelf tegenaan liep, waarvan je dacht van, oh, had ik dit maar eerder geweten en dit zouden we allemaal op school moeten krijgen?
Want precies wat je al zegt, heel veel van de kennis die jij doorgeeft, ja. Ja, dat leren we niet op school. Terwijl dat echt, dat is gewoon eigenlijk basiskennis. Mens zijn voor dummies. Ja. Gewoon, wat betekent het om mens eigenlijk te zijn? Ja, hoe werken wel. Je gedachten? Ja. Hoe steken je emoties in elkaar? Dat is eigenlijk gewoon basiskennis, wat we helemaal niet meekrijgen. Ja. Wij niet. Nee, wij in het Westen niet. Nee, in Oosterse landen. Rajiv Patel heeft jarenlang heel veel voor me gedaan als spirituele lerares, veel van haar geleerd. En die zei ook van, in India heb je twee soorten scholen. Hè. De school is verdeeld in, je hebt gewoon rekenen en lezen en schrijven en de vakken zoals wij die ook hebben. Maar er is ook een opleiding voor jezelf, voor bewustzijn, om te begrijpen wie je bent, je gedachten. En daar wordt er natuurlijk veel meer aandacht aan besteed. Hoewel ze mij laatst ook vertelde dat ook in die landen steeds minder wordt. Mm. Dus het is steeds meer op de ratio, steeds meer op materialisme, gewoon op de dingen van deze wereld, de buitenwereld. Ja. En steeds minder de binnenwereld. Dus de oude yogis en de oude hindoes, die zitten nog heel erg in die andere belevingswereld van de binnen-buitenwereld. Maar je merkt dus ook daar, wat we eigenlijk in onze westerse wereld al heel lang kwijt zijn, het bezig zijn met je binnenwereld. Ja. En wat ik heb geleerd, dat is denk ik een van de allerbelangrijkste lessen. Als er geen vijand is in jou, is er niets om tegen te vechten en kun je nooit verliezen. En als je nooit kunt verliezen, kun je alleen maar winnen. Dus de overtuiging dat ik alleen maar kan winnen, betekent niet dat ik van andere mensen win of dat ik andere mensen moet benadelen. Het betekent dat ik nooit door weerstand heen hoef te gaan. En natuurlijk, niet alles gaat vanzelf in mijn leven. Ik moet ook af en toe dingen doen. Afvallen of sporten, dat gebeurt niet als ik niet in actie kom. Ik moet wel mijn voedingsplan aanpassen. Ik moet naar de gym. Ja. Het alleen denken dat ik naar de gym moet, dat gaat het resultaat niet opleveren. Nee, dat wil je eigenlijk doen. Ja. Wij weten heel vaak wat we moeten doen, maar we doen niet wat we weten wat we zouden moeten doen. En ik heb me gerealiseerd dat als er geen vijand in jou is, is er totale innerlijke rust. Dus ik ben eigenlijk altijd in een meditatieve staat. Altijd. Tenzij ik de knop omzet. En als ik de knop omzet, bedoel ik, als ik bezig ben met zaken doen, of ik moet bepaalde strategieën bedenken, of weet je, rationeel bezig zijn. Geldzaken, zakelijke dingen. Soms ook met optreden. Dan ben ik er natuurlijk rationeel bij. Maar verder ben ik altijd volledig in rust. Mooi. Want er is geen onrust van binnen. Ik heb ook nooit stress. Ondanks dat ik het heel druk heb met activiteiten, heb ik nooit stress. Er is nooit het gevoel van het gaat fout of het gaat niet lukken of wat nou als. Het is nooit een wat nou als. Omdat ik zo leef vanuit dat innerlijke vertrouwen. Ja, vanuit een rust. Ja. Mooi, mooi. Je zei van ik heb heel veel activiteiten, maar ik heb nooit stress. Is dat dan goede tijdmanagement? Is dat hoe kom je daar? Want ik ken heel veel mensen die heel veel activiteit hebben, maar ook heel veel stress hebben. Ja. Omdat het gewoon best wel veel van ze vraagt aan al die dingen denken en natuurlijk. Al die balletjes hoog houden. Ik ben heel slecht in time management. Oké, hier zit er nog één. Echt heel slecht. Heel slecht. Cindy, mijn vrouw, zegt ook altijd, als ik iets plan, reken maar dat het 2 of 3 keer zo lang duurt. Ja, als ik plan dat ik een boek ga schrijven, zeg ik, het boek zit helemaal in mijn hoofd. Ja. Ik heb 3, 4 maanden, dat is geen probleem. Ja. Dan wordt het een jaar. Ja. Of, ik moet nog even een theatershow bedenken. Dan denk ik van, een maand of zo, ben ik daarmee bezig. Dat wordt dan een half jaar of 4 maanden. Dus alles heeft veel meer tijd nodig. Ja. En als ik dan overga naar actie, dan merk ik ook dat mijn agenda van een dag heb je eigenlijk 3 dagen voor nodig. Met als het nadelig resultaat dat ik vaak tot diep in de nacht zit te werken. Ja, of vroeg moet beginnen, of tot laat doorgaan, of allebei. En dat heb ik heel lang gedaan, dat doe ik normaal gesproken ook. Maar sinds kort ben ik dus aan het trainen, meer bewust bezig met mijn leefstijl en de kwaliteit daarvan te verbeteren.
En nu hebben ze me wel uitgelegd dat slaap heel erg belangrijk is. Mm. Echt heel belangrijk. Dus ondanks dat ik wel het gevoel van rust altijd ervaar, moet ik nu ook slapen. Dat moet. Ik kan niet zo goed tegen die mensen zeggen, nee, je moet van je moeten, moet je willen maken of mogen. Nee, ik moet dat gewoon. Ja. Want iedereen wil heel veel, maar ze bereiken nooit iets omdat het niet hoeft. En mensen zeggen, oh, dat zou ik ook wel willen. Ik zeg, nee, dat is niet waar. Je houdt jezelf voor de gek, want als je het zou willen, zou je het doen. En ik moet heel veel. En doordat je moet, bereik je wel veel dingen. En ontstaat er dus wel een bepaalde druk, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het geeft mij nooit onrust. Omdat ik heb het volledige vertrouwen dat ik altijd alles op tijd af heb. Er is nog nooit iets niet gered. Weet je? Ik heb altijd binnen de deadline alles wel af. Soms, moet ik dan wel eerlijk toegeven, denk ik van ja, als ik meer tijd had, zou het beter zijn. Of als ik er langer aan zou kunnen werken, zou het beter worden. En bijvoorbeeld mijn nieuwe boek nu, Design Your Own Life, zou uitkomen op 1 december. Ik had een hele harde deadline gesteld. Alleen ik zag op kilometers afstand al dat dat nooit ging lukken. Ik ben de afgelopen zomer door omstandigheden met mijn ouders heel veel naar Nederland geweest. We wonen in het buitenland. Dus ik moest best wel veel op en neer vliegen voor mijn ouders zorgen. Ik heb 10 weken bij mijn ouders gewoond. Dus voor schrijven was er gewoon minder tijd. Waardoor ik al echt aan zag komen van ik ga dat nooit redden. En uiteindelijk, nou het is nu februari, maart, is het nu af, het is goed. Alleen in dit geval heb ik geen concessies gedaan van de deadline moet gehaald worden. Het is af wanneer het goed is. Ja. Maar bijvoorbeeld als ik met Maximum Potential op het podium sta, dat is 3 dagen event, mensen hebben kaartjes gekocht 1 jaar lang. Ik kan niet even zeggen, oh, we schuiven het 1 maand op. Ja, zo'n productie die is gigantisch. Dan moet je wel. Dus die deadlines zijn heel hard. Dus enerzijds hou je heel hard aan deadlines. En anderzijds heb je ook met projecten dat je denkt van het is af wanneer het af is. Maar wat jij net zei, veel mensen zijn druk. We zijn denk ik allemaal druk in ons hoofd. In onze wereld zijn we druk met heel veel dingen. Omdat we veel dingen willen. En we hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Maar we willen eigenlijk meer dan dat we in die tijd kunnen doen. En dat geeft een bepaalde onrust, want de eerste onrust wordt al, lukt het wel? Ja. Ga ik het allemaal voor elkaar krijgen? Nee. Dus als je op voorhand al zegt, nou, van de 10 dingen ga ik er 3 niet doen, creëer je automatisch iets meer rust. Het grootste probleem waar wij last van hebben, is de stress die we zelf creëren. Omdat je het idee hebt dat je zoveel dingen moet doen. En stress is feitelijk een gedachte van angst. En het verlies voor controle. Dus op het moment dat jij denkt dat je de controle verliest over jouw agenda, over je leven, over de situatie om jou heen, de wereld, krijg je stress. Kun je niks aan doen. Het is gewoon een fysiologische reactie. Het lichaam reageert met stress en dat gaat naar je hoofd. Maar het blijft aan jou de keuze hoe jij daarmee omgaat. Ja. Maar het is eigenlijk wel heel bevrijdend toch, als je dus beseft van, oh, het ligt aan mij. En ik ben het probleem. Ja, dus dan weet je dus dat jij het zelf kan oplossen. Ja. Je hebt onlangs jouw boek gelanceerd, Design Your Life. Ja. Denk je dat alles in het leven te designen is? Dat je daar invloed op hebt? Niet alles. Maar wel heel veel. En als we dan kijken naar dat stukje niet alles, wat is dat dan waar we geen invloed op hebben? Er gebeuren soms dingen in je leven. Soms. Uitzonderingen. Sommige mensen krijgen te maken met vervelende ziektes. Het zijn er wel steeds meer in onze maatschappij. En omdat het er steeds meer worden, zou je moeten onderzoeken waar dat aan ligt. Dat is geen toeval. Als je dat wetenschappelijk onderzoekt, zie je dat er aanleidingen zijn waarom er steeds meer mensen ziek worden. Omdat ze een bepaalde leefstijl hebben. Ja. Gedurende een x-aantal jaren. Sommige mensen worden ziek, die gezond leven, er alles voor doen en die worden overvallen door pech, noodlot. Sommige mensen overlijden vroeg. Allemaal dingen waar je eigenlijk niks aan kunt doen. Er kan een tsunami over ons heen komen. Een vliegtuig kan neerstorten. Je kind kan overlijden. Weet je, er zijn nou eenmaal dingen op deze planeet die gaan zoals ze gaan. Die niet te verklaren zijn en die moet je ook niet willen verklaren. Accepteer dat dat zo is. Als je het niet mee eens bent,
Moet je met iemand anders gaan praten. Maar dat is gewoon hoe het is. Ik heb dat geaccepteerd. Verder kun je heel veel zelf designen. Design your own life. Tenzij je ervoor kiest dat je zegt, nee, ik laat andere mensen dat voor mij doen. Ik laat jou mijn leven designen. Mijn ouders, of mijn vrienden, of de maatschappij. Ik laat andere mensen alle beslissingen nemen. Dit is natuurlijk een onbewust proces. Heel veel mensen laten zich leven zonder dat ze dat doorhebben. Op het moment dat jij de controle neemt en zelf de keuzes gaat maken, daarom is de ondertitel ook Kies je eigen toekomst, ga jij de keuzes maken voor jouw toekomst. En dit is allemaal neurowetenschap. En je kunt het heel spiritueel benaderen, maar ook wetenschappelijk. En er zijn inmiddels talloze studies van alle grote universiteiten en alle grote neurowetenschappers zijn het daar wel over eens. Wij kunnen ons systeem, als je het als een energetisch systeem ziet, volledig controleren door de mind. Je hebt de mind en de body die feitelijk het besturingssysteem vormen van wie jij als wezen bent. En alle gedachten die jij hebt, dat zijn golfbewegingjes, is energie. Meetbaar. Als jij bepaalde gedachten hebt, die jij elke dag herhaalt voor jezelf, gaat jouw systeem geloven in die gedachten. Als jij die gedachten als waarheid gaat zien en jouw emotie gaat daarin mee, als jij al zegt, ik ben, alleen al, want dat is een affirmatie, ik ben, als ik zeg, ik ben succesvol, ik ben mooi, ik ben een goed mens, heeft dat een hele andere impact op mijn zijn, als wanneer ik zeg, ik ben niet goed genoeg, ik ben lelijk, ik ben slecht, ik ben onzeker, ik ben bang. Er ontstaat direct een energetische frequentie in jouw zijn, die dat door elke cel van jouw lichaam heen stuurt en vervolgens gaat het reageren op je organen en op je emoties. Jouw gevoel zegt, zie, ik ben bang, ik ben onzeker. Dus feitelijk als je dat verdeelt, heb je een negatieve en een positieve kant. En daarmee programmeer je jezelf. Onbewust. En als je begrijpt hoe het werkt, kun je dat bewust gaan doen. Nou heb je ook zoiets als trauma natuurlijk, waar heel veel mensen last van hebben. En dat trauma wordt opgeslagen in het celgeheugen en gewoon in je hersenen. Zo. Oké, 32 jaar geleden is er iets gebeurd wat enorm veel impact op mijn leven heeft gehad. Een eenmalige gebeurtenis die zo heftig was. De intensiteit van iets wordt bepaald door de emotie die jij ervaart. Dus als jij iets meemaakt wat emotioneel zoveel invloed op jou heeft, wordt het in elke cel wordt dat opgeslagen. En jouw systeem vergeet dat niet, omdat het zo heftig was. Simpele dingen. De eerste keer dat je echt verliefd was. De eerste keer dat je met iemand aan het zoenen was. De eerste keer dat iemand die heel dierbaar voor je is, dat die overleed. Weet je, van die enorme impactmomenten, die worden opgeslagen overal. En dat kan een trauma opleveren. Maar wat gebeurt er nou als jou iets is overkomen 7 of 10 of 20 of 32 jaar terug? Zijn er heel veel mensen die zeggen, dat trauma, daar heb ik nog steeds last van. Of ze zeggen het niet, maar dan zegt een hulpverlener of een psycholoog, dat trauma, en daar hebben ze gelijk in, houdt jou tegen om nu en in de toekomst te leven. Dat trauma speelt namelijk 32 jaar terug. En jouw systeem houdt vast aan dat moment. Dus jij leeft nog steeds toen. Het is toevallig een casus die ik vorige week met iemand besproken heb. Dus ik zei, de afgelopen 32 jaar heb jij hier nooit meer last van gehad. Het is eenmalig geweest, 32 jaar geleden. En jij hebt hier nog steeds elke week regelmatig last van. Omdat jij vasthoudt aan dat moment. Jouw systeem kan niet denken in tijd, dus denk nog steeds, dat is nu. Ja. Dat betekent dat voor die persoon het leven wordt gestuurd omdat
in dit geval zij, onbewust leeft, hè, daar niet weet mee om te gaan, maar wel weet dat dat gebeurd is en dat met zich meedraagt, dus continu in een weerstand leeft. De staat van zijn is weerstand. Als je nou gaat begrijpen hoe dat werkt, en dat is wat ik ben gaan doen, van oké, dus die mind, die gedachte, die kan je sturen. Als jij bewust kiest voor je gedachte, ik ben niet bang, nee, ik hoef niet bang te zijn, ik leef vanuit vertrouwen, want het komt goed. En als ik dat ga doen, en dat doe ik natuurlijk al sinds dat ik de eerste keer Think Grow Rich las, toen ik 21 was, weet je, toen dacht ik van wauw, dit is magic. Je kan dus iets met je gedachten en dat kun je creëren, je moet het voor je zien. Want ons systeem, het onbewuste wat 95% van ons aanstuurt, want als jij iets heel vaak doet, weet jouw lichaam hoe die dat moet doen. Ja. Jij hoeft niet na te denken, oh, wacht even, ik moet mijn hand optillen. Hoe was het? Dan moet ik die spier aanspannen. En dan ga... Nee, dat weet je inmiddels. Ja. Maar de eerste keer dat je gaat autorijden is van, je gordel, spiegel. Moet je al die dingen doen? Terwijl na een tijdje weet je gewoon, rij je auto met je ogen dicht. Soms denk je ineens van, wow, ik was er even een paar minuten niet bij en nu ben ik ineens hier. Nou, het zijn een aantal praktische voorbeelden hoe ons systeem, ons lichaam, ons eigenlijk door het leven meeneemt, soms heel onbewust, het gaat vanzelf, omdat 95%, dat hebben wetenschappers allemaal aangetoond, wordt gewoon onbewust geregeld door jouw interne thermostaat, je kompas, je besturingssysteem. En als je weet hoe je dat kunt gebruiken, als jij jouw eigen besturingssysteem kunt herprogrammeren, wat iedereen kan, kun je je eigen life designen. Design your own life. Voor een groot gedeelte. Ja. Niet alles is maakbaar. En hoe programmeer je jezelf dan? Door op die manier te gaan denken. Elke dag. Dat te bestuderen. Daar elke dag mee bezig te zijn. Dus is dat die 5% bewustzijn die je dan heel bewust eigenlijk vorm gaat geven? Ja. Als je begrijpt dat wij kunnen eigenlijk maar voor 5% ons bewustzijn beïnvloeden. Want die andere 95, en zal het 94 of 96 zijn, of 90, 10, het maakt niet eens zoveel uit. Het is in elk geval een groot verschil. Het is een klein deel. En alle wetenschappers van de wereld zeggen dat het 95,5 is, dus daar vertrouw ik op. Ja. Hoeveel impact denk je dat het gaat hebben als jij meer invloed hebt op die 5%? En die 5% is wat je op school leert, lezen, schrijven, rekenen, de dingen zoals ze zijn, zoals het hoort. Dat kan jij niet. Dat zit allemaal daarin opgeslagen. En vervolgens gaat het naar die 95%. Als je die 5%, als je daar meer invloed op kan hebben door bewust dingen te leren, door te studeren. Door eerst te bepalen wie jij wil zijn als mens. Hoe je wil zijn, hoe je wil gedragen, welke resultaten je wilt behalen. Dus uiteindelijk wat voor leven jij wilt leven. Kun je dus mega veel impact maken door die 5% meer te gaan beïnvloeden. Daar moet je tijd en je aandacht op richten. Jij liet net het woordje waarheid vallen. Wat is dat? Wat is waarheid voor jou? Iedereen heeft een eigen waarheid. En iedereen leeft in een eigen waarheid. Ja. Jouw waarheid is een andere dan die van mij. Onze waarheden liggen misschien dicht bij elkaar. Maar ergens zal jouw waarheid iets anders zijn dan die van mij. Een groot gedeelte kan overlappen. Andere mensen hebben een waarheid die totaal anders is. Maar hun waarheid is voor hun de waarheid. En dat heeft weer te maken met waar jij leeft. Wij leven in ons hoofd. Ons leven speelt zich af in onze binnenwereld. Het is de projectie van wat wij om ons heen zien. Die zien wij van binnen, die vertalen wij, we geven er een betekenis aan. En dat creëert onze eigen waarheid. Nu ik zit te praten, zal jij daar iets van denken in jouw hoofd. Je kan knikken en je kan denken van, nou weet je, onzin maar. Hoor. En thuis zitten mensen te kijken en er zijn mensen die zeggen, ja weet je, ik ben het er helemaal mee eens. Zo denk ik ook, want dat vind ik ook. En er zijn mensen die hebben zoiets van, joh, houd toch eens op. Ja. Het is gewoon niet waar wat jij zegt. En dat is grappig, als ik zou zeggen, 1 en 1 is 5, dan zegt iemand, dat is niet waar. Dan heb je gelijk, dat is een feit, dat hebben we aangetoond. Maar bij heel veel dingen die wij stellen, die je niet zo makkelijk kunt beoordelen als waar of niet waar of onjuist, zeggen mensen, ja, maar dat is niet waar. Nee, dat is niet waar volgens jouw waarheid. Ja. Die anders is dan mijn visie op de werkelijkheid. Maar is er dan niet zoiets als de waarheid?
Ja, dat is natuurlijk een hele complexe vraag. De waarheid is datgene wat onveranderbaar is. Ja, ik begrijp hem nog niet helemaal. Maar dit is wat de grote meesters je dan leren. Als jij met een yogi, met een monnik gaat praten, met mensen die de waarheid kennen. De waarheid is datgene wat onverandert. Als je Wayne Dyer luistert, probeert hij dat ook vaak uit te leggen. Van ja, datgene wat niet kan veranderen, Tao Te Ching, I Ching staat denk ik ook in. Dat is de waarheid. Ja, dus dan datgene heb je eigenlijk al heel snel over de bron. En God, de bron. Dat is dan de waarheid. Ja, dus God en de bron, de levensbron, dat is de waarheid. Ja, dat is onveranderlijk. Dus dat is de waarheid. Maar eigenlijk alles wat uit de bron komt, ja, de waarheden, ja, die zijn veranderlijk. Dat zijn afgeleiden van de waarheid. Ja. Ja, maar dat is dan eigenlijk toch in de kern niet echt de waarheid. Maar maakt het uit wat de waarheid is? Nou, omdat als je kijkt naar heel veel stress in deze wereld en de chaos, is eigenlijk altijd om de waarheid, gevecht om de waarheid, of onverschilligheid of meningsverschillen over de waarheid. Dit klopt wel, dit klopt niet, dit is zo, nee, dit is op die manier. Dus het gaat niet over de waarheid. Het gaat over de perceptie van iemand, over wat zij denken dat de waarheid is. Ja. Dus het is niet meer dan een mening, of een oordeel, of een aanname. Ik vind iets anders dan jij. En ik heb gelijk. Nou, als we daar iets langer over praten, hebben we een conflict. En als het langer duurt, hebben we oorlog. Precies. Omdat we op deze planeet op een bewustzijnsniveau leven dat zo laag is, dat wij daar niet met elkaar een bepaalde overeenstemming kunnen bereiken. Wij kunnen niet begrijpen dat wij de wereld zo anders zien. En dus hebben we oorlog. En natuurlijk hebben we soms ook oorlog omdat ik heel veel heb en jij niks. En dan is het heel begrijpelijk dat jij denkt, nou, dat ga ik eens even bij jou afpakken. Volkomen verklaarbaar. Ik denk dat dat heel natuurlijk is. Als je naar de dierenwereld kijkt, is het niet anders. Ja, als jij heel veel vlees hebt en ik heb niks, dan ga ik jou aanvallen om ook wat te eten, want ik heb honger. Mm-hmm. Maar ik denk dat we gewoon op een laag bewustzijnsniveau zitten. Misschien dat nu al een jaar of 2000 zo is op deze planeet. Ik heb geen idee. Het zou kunnen. Misschien langer. En dat het daarvoor anders is geweest. Ja, ik hoorde Jorn en jou ook over Atlantis en die tijden. De oude Egyptenaar heb ik me ook nog wel lang in verdiept. Het oude Egypte. Hè, dat zou wel eens een andere tijd geweest kunnen zijn. Ik geloof in bepaalde dingen. Maar daar heb je meer. Dat is mijn geloof. Ja. Het van de week nog met een van mijn beste vrienden daar een discussie over. Hij is aannemer. Dus hij is heel rationeel met getallen en hijskranen. Toen ging het over de piramide. Dat was heel grappig. Over hoe die piramides waren gebouwd. Ik zeg, nou ja, dat is vrij eenvoudig. Zij waren in staat om de zwaartekracht op te heffen. En dat is de enige manier waardoor ze dat hebben kunnen bouwen. Nee, dat is aangetoond dat er allemaal kraaninstallaties werden gebouwd. En ik zeg, was je erbij dan? Nee, maar dat begrijp je toch? Dat is toch zo? Dus voor hem is dat zo 1000% de waarheid. Dat kan niet anders. Hoe kan je nou de zwaartekracht opheffen? Ik zeg, nou ja, hoe weet ik niet? Maar ik geloof erin dat het kan. En omdat ik daarin geloof, kan het in mijn beleving. Mm-hmm. En ik geloof, als wij zo zaten en ik heb hier als farao twee leeuwen en slangen om mij heen, dat niet zomaar voor de aardigheid op een steen is getekend. Zo van, wat grappig, we tekenen er een leeuw en een slang bij. Nee, waarschijnlijk, maar dat is mijn perceptie van de beleving van een historisch moment, zat Cleopatra daar en die had leeuwen en slangen en alles, omdat het zo was. En dat is vastgelegd, net zoals wij nu foto's maken. Ja. Maar hoe kon dat dan? Omdat zij een connectie hadden, een verbinding met slangen en jakhalzen en leeuwen, waardoor die beesten als een soort huisdier daar waren, verbinding maakten, dus geen gevaar waren. Wij zijn een gevaar voor wilde beesten en wilde beesten zijn een gevaar voor ons. Maar toen was dat misschien wel anders, waardoor zij telepathisch
met die dieren konden communiceren. En ook met elkaar. Ja. Wij vinden onszelf natuurlijk enorme binken dat we mobieltjes hebben en zo. En dat we straks een chip kunnen implanteren. Maar ja, ik weet niet of je mensen kent die telepathisch zijn en met elkaar kunnen communiceren over lange afstanden. Ik heb me daar, toen ik heel jong was, heb ik me daarin verdiept. Dat vond ik zo machtig interessant. Dat wilde ik ook, weet je. Dat vond ik gek. En nog steeds. En die mensen zijn er. Dus het kan. Er zijn ook heel veel wetenschappelijke testen op gedaan. Dat kan, is aangetoond. En ik van, als dat nou duizenden jaren geleden zo was, was er toch een veel hoger bewustzijn dan wat wij nu hebben. Dus dat betekent dat we heel veel kunnen leren. Ja. En blijkbaar hebben we jaren, honderden jaren in een soort weerstand gezeten dat we dat niet wilden of dat we onszelf daar te goed voor vonden. En nu zie je de laatste tijd een ontwikkeling in bepaalde groeperingen op aarde, waardoor er een soort ander bewustzijn ontstaat. Terug naar verbinding ja, met de natuur. Ja, nou, anders. Ja, ja, meer verbinding met de natuur. Ja. Ja. Meer op intuïtie leven, meer op gevoel, niet meer alles. Ja, omdat het zo al 50 of 100 of 500 jaar is, doen we het zo. Of omdat het moet. Nee, dat voelt toch helemaal niet goed? Waarom doen we dit zo? Ja. En dus zal er nu een stroming komen. Die zal 100 of 200 of 500 jaar gaan duren. Om ons weer te evolueren naar iets bewustere mensen. Ja, iets bewustere natuurlijke mensen. Ja, is mijn visie. Ja, nou, ik sluit me daar heel bij aan. Zeker als we ook kijken dat we nu, naar het feit dat we nu een ontwikkeling maken naar meer technologie, meer digitalisering. Ik denk dat er eigenlijk twee afslagen zijn van ja, mensen die daar heel erg in meegaan en mensen die juist meer de behoefte voelen van oh ja, juist met die digitalisering voel ik dat ik meer naar de natuur wil, om niet dat stukje van mezelf kwijt te raken. Ik denk dat het allebei goed is. Ik denk ook dat het hand in hand gaat. Ja. Over design your life, want je had het net over mensen die eigenlijk de macht naar zichzelf toetrekken en dus hun eigen leven designen. Ja. Dat zijn waarschijnlijk ook macht, de mensen. Het is controle. Controle. Macht is als ik controle heb over jou, vind ik. Maar jij kan zeggen, ik neem de controle over mijn leven. Ja, want het punt wat ik eigenlijk wil maken is dat er heel veel mensen zijn die het design van hun leven eigenlijk in handen leggen van andere mensen. Ja. Ofwel maatschappij, ofwel overheid, ofwel familie. Ja. 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 Dus dan is de macht over jezelf is weg. Ja. En ligt dan bij een ander. Ja. En dan is dus een interessante vraag, waarom zou je dat doen? Of waarom doet iemand dat? Waarom denk je dat mensen dat doen? Want ik zie het wel heel veel om me heen. Nou, in eerste instantie gebeurt dat onbewust. Alleen de mensen die bewust controle houden over hun eigen leven, omdat ze doelen hebben, omdat ze duidelijk weten waar ze naartoe willen, omdat ze duidelijk weten hoe ze invulling willen geven aan hun toekomst, die hebben daar geen of minder last van. Maar als je niet weet wat je met je leven aan moet, of je wilt altijd maar aardig gevonden worden, of je wil heel loyaal zijn naar je ouders, of je wil er heel graag bij horen. We leven natuurlijk in een maatschappij waar mensen er heel graag bij willen horen. Als je dan vraagt waarbij, weten ze het eigenlijk ook niet meer. Gewoon erbij. Ja. Ja. Ja, als mensen rechtsaf gaan, ga ik ook rechtsaf lopen. Waar loop je dan naartoe? Maakt niet uit hoor. Het zal wel goed zijn. Hè? Anders lopen ze daar niet naartoe. Ook weer het teken van laag bewustzijn, van niet onderzoeken van waarom doen we eigenlijk wat we doen. Precies. En dit boek heb ik geschreven voor jongeren die heel erg beïnvloedbaar zijn. Want als jij 12 of 14 of 15 of 20 bent en jij ziet er anders uit dan de mensen bij jou in de klas of op school of in de samenleving, voel jij je anders. En dan is het een keuze van ik wil anders zijn, ik ga me anders profileren of nee, ik wil erbij horen. Dus ik ga mijn kleding aanpassen, ik ga mijn gedrag aanpassen, want ik wil erbij horen. Ik wil niet buiten de boot vallen. En natuurlijk, mensen willen graag in de groep horen. Vanuit nature willen wij verbinding. Je wilt liefde. Hè? Liefde en erkenning en waardering is het allerbelangrijkste wat wij van nature uit willen. En wij zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Zelfs onze eigen identiteit inleveren om maar aardig gevonden te worden. Dus dan ga je het leven leven wat jij denkt dat anderen van jou verwachten.
En uiteindelijk laat je de keuzes maken door andere mensen. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb dit boek geschreven samen met George Sommer, dus mijn redacteur. En we hebben een leespanel ingeschakeld, omdat ik wilde in het hoofd kunnen kruipen van mensen van 15 en 18 en 24. En ik ben 54, dus ik kijk anders naar de wereld. En ik weet niet meer hoe ik was toen ik die leeftijd had. Ik weet nu, met terugwerkende kracht, met mijn beleving van nu, hoe ik denk dat ik toen was. Maar dat is geen realistische weergave van toen. Net zoals ons gevoel en onze emoties over wat er gebeurd is in ons leven, voor meer dan 50% helemaal niet berust op de werkelijkheid, maar wederom wat wij ervan maken in ons hoofd. Je eigen perceptie ervan. Ook dat. Super onbetrouwbaar. Het is heel boeiend om dan te realiseren van, dus die ervaring van toen was eigenlijk helemaal niet zo. Ja. Zo heb ik het ervaren in mijn hoofd. Maar stel dat wij een gezamenlijke ervaring hebben, kun jij het heel anders hebben herinnerd. Hè? Dat is boeiend om je daarvan bewust te zijn. Maar goed, toen hebben we een heel panel via mijn socials heb ik oproepjes gedaan. 3400 jongeren hebben meegeholpen met, dit is wel goed, dit is niet goed, dat is te ingewikkeld woord, te lange zinnen, zinnen moeten korter, meer wit, makkelijker leesbaar maken, ander lettertype. En uiteindelijk hebben we 15 vragen gefilterd van, hoe kom ik erachter wat ik nou echt wil met mijn leven? Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Hoe ga ik om met faalangst, de hele belangrijke? Hoe ga ik om met andere mensen, met mijn ouders? Hoe ga ik om met de verwachtingen van andere mensen? Tot aan, hoe maak ik een succes van mezelf? Hoe word ik financieel vrij? Hoe kan ik geld verdienen? Hoe vind ik mijn droombaan? Allemaal dat soort vragen. En uit heel veel van die casussen die ik heb gedaan, ik ben met mensen gaan praten, allemaal calls gedaan. En er was één meisje. Zij woonde in een dorp en haar vriendinnen wonen in dat dorp. En dat was echt zo'n, we houden ons aan de regels van het dorp. Dit is hoe het gaat. Als je 25 bent, dan heb je een vriendje. Als je 26 bent, heb je eerste kind. Je werkt gewoon bij de bank of bij de bakker op het dorp. Zo gaat het. Zo deden mijn ouders dat ook en daarvoor. En dat gaan wij ook doen. Ja. En toen heb ik haar persoonlijke waarden laten opschrijven. Wat zij nou werkelijk belangrijk vindt. En ik zag al heel, heel snel dat waren niet haar waarden. Dat waren waarden die haar onbewust opgelegd werden door haar vriendinnen, haar omgeving en haar moeder. En dat gezin stond bovenaan en kinderen, ze was wat helemaal paniek, want het was uitgegaan met haar vriendje, ze was nu al 26 en ze had nog steeds geen kinderen en nu geen relatie. Dus hoe kwam het ooit nog goed met haar? Dat is boeiend, hè? Hoe oud is ze? 26. Okay. Maar die belevingswereld, echt van, nu houdt het op, hè? Ja. Mooie meid, hartstikke leuke meid, spontaan. En vervolgens, in dat gesprek komt het eruit, ik zeg, maar waarom wil je nou eigenlijk zo graag kinderen? En toen zei ze echt letterlijk, mijn moeder wil zo graag oma worden. Oma worden, ja. Oh mijn god, dat klinkt als mijn verhaal. En toen dacht ik, ik hoor dit niet goed. En dit soort gesprekken voer ik dan met jongeren. En toen zei ik van, maar wat wil jij zelf? Het is jouw leven en jouw toekomst. Weet je hoe moeilijk het is om soms om erachter te komen wat je nou echt zelf wil? Ik ben 34, ik ben nu bezig met een documentaire. Dat gaat ook hierover. Althans, het is een onderdeel ervan. Het maken van die documentaire is een proces voor mezelf, waarin ik ook steeds merk van, jeetje, ik denk wel goed te weten wie ik ben en wat ik wil. Ja. Maar ik kom er nog steeds dagelijks achter dat sommige stemmen of overtuigingen die ik heb, niet mijn eigen overtuigingen zijn. Dat die van mijn moeder is, of van mijn vader, of van een broer, of van school, of van maatschappij. Maar dat helemaal niet is wat ik nou echt zelf wil, dat ik dat vanuit mezelf verlang. Dat is gewoon, is je eigenlijk opgeplakt. Ja. En zolang jij denkt dat jij dat bent, ben jij dat. Maar hoe kom je er nou achter wat nou echt van jezelf is? Door te leven. Door te leven. Door te leven. Als je naar een restaurant gaat, hoe weet je wat lekker is? Niet door de menukaart te bekijken. Je weet pas of het lekker is als je het bestelt en je eet het op. En bij leven is het niet anders. Je moet leven. Mm. En door te leven ontdek je waar je blij van wordt en waar je niet blij van wordt. Of wat goed voelt voor jou of wat niet. Wat bij jou past of wat niet. En dan zie je dat mensen bang zijn om te leven, want ze zijn bang. Ik generaliseer een beetje, maar mensen zijn bang dat ze de verkeerde keuzes maken. So what?
Als je erachter komt dat de keuze niet goed was, is dat een leermoment? Maak je de volgende keer niet meer die keuze? Het is belangrijk om dat te weten. Dan heb je je kennis vergroot. Dus door te leven, door te doen, word je wijzer. En ze zeggen, wijsheid komt met de jaren. Nou, voor sommige mensen is dat zo. En voor sommige mensen niet. En je bent nooit uitgeleerd. En je bent ook niet altijd zoals jij nu bent. En dat verandert. Je bent een staat van zijn. En jouw staat van zijn is een momentopname van jouw energetische projectie. Dus ben je verliefd, ben je blij, ben je happy, ben je boos, ben je verdrietig. Dat zijn allemaal... Dat zijn allemaal versies van jou. Maar het is elke keer jij. Alleen de ene keer ben je blij, de andere keer ben je boos of verdrietig. Het is nog steeds jij. Alleen hoe jij je voelt, wat je uitzendt, hoe je reageert naar andere mensen, is heel verschillend. Dus dan ga je ontdekken van, maar wie ben ik nou echt? En dat doe je door goede vragen aan jezelf te stellen. Wie ben ik nou echt? Om daarover na te denken. En dit is wat ik ben gaan doen toen ik op een boot zat. Misschien wel daarvoor al een beetje begonnen, maar uiteindelijk, ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Dit is een proces dat nooit ophoudt. Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom maak ik deze keuze? Waarom doe ik dit wel, waarom doe ik dit niet? En als je daarmee bezig gaat, ga je inzicht krijgen in wie jij bent. Wie je ook mag zijn. En daarmee heb je steeds meer controle over het besturingssysteem dat jou bestuurt. En kun je dus je eigen keuzes maken. Je eigen leven designen. En je eigen leven designen. Ja. Ja. Je zei dat jij als 50-plusser niet zo goed meer weet hoe jij nou was als 18-jarige. En dat je dus een panel had van 3400 ja. jongeren. Dat is echt heel veel. Als je nu terugkijkt hè, naar wat je terugkreeg, het geluid. Ja. Zit er dan iets tussen waarvan je denkt van, oh, ja, dit had ik ook, maar dit ben ik helemaal vergeten. Of iets waar je juist heel verrast van was, is dat van, oh, speelt nee. dit? Nee. Nou, waar ik wel verwonderd over was, dat er zoveel problemen zijn met ouders. Met ouders? Ouders. Ja. Ja. Dat is denk ik wel een van de grootste mentale blokkades bij heel veel jonge mensen. En niet alleen bij jonge mensen. Want ik doe ook coachings met mensen van jouw leeftijd tot aan mijn leeftijd. Van de week had ik ook iemand van in de 50 die nog steeds een bepaalde weerstand, blokkade heeft met ouders. Maar vooral als je jong bent, heeft dat natuurlijk impact. Want dan woon je thuis. Je hebt elke dag met die ouders te maken. En ik ben wel heel erg geschrokken van... En dat is natuurlijk ook niet bij iedereen, maar hoeveel gezinnen opgebroken zijn. Ouders die eigenlijk heel nodig al mijn boeken moeten lezen om zichzelf een beetje terug te vinden. Ouders die in de war zijn, zou ik willen zeggen. Ja. Die last hebben van drankproblemen, drugsproblemen. Niet met zichzelf kunnen omgaan, emotioneel in de knoop zitten. In burn-out situaties zitten, wat heel veel invloed heeft op de kinderen. Soms zijn de kinderen veel intelligenter. En slimmer, ik had een meisje van 14 die eigenlijk voor haar ouders zorgde, omdat die ouders volkomen ontspoord waren in mijn optiek. Dat ik dacht van, wauw, dat is heftig. Dat je één, dat als 14-jarige realiseert, is heel knap. Maar dat je die kracht hebt om feitelijk boven je ouders te gaan staan, om voor ze te zorgen, vind ik ook knap. Maar in de structuur, als je Els van Stijn kent met de fontein, dan sta je ineens boven je ouders. Dat ja, is niet dat is goed. Niet gezond, dus, nee. dus gaat er iets fout in die ja. structuur. Dat zal later wel weer impact op zo'n meisje gaan hebben. Precies. Dus ja, ik ben positief verrast. Ja. Mijn visie op Gen Z, zoals ze dat dan noemen, hè, de generatie van nu. Ik heb ook 3 bedrijven en ik werk voornamelijk met jonge mensen. Was en is wel een beetje dat waar in de tijd toen ik bij 538 werkte en wij begonnen met radio, werkten we 60, 70, 80, 100 uur per week en dat vonden we leuk. En dat hadden we nooit iets van, goh, wat werken we hard. En nu vragen mensen, ja, ik wil 24 uur per week werken. Dat ik denk van, dat kan ook in een dag.
Dan neem je daarna een dag vrij. Oké, 24 uur per week. Maar jij komt uit de hardwerkende generatie. Toen ik met Meditation Moments begon, onze app, in 2018. Er werken 20, 25 mensen nu. En toen de eerste mensen zeiden, ik wil graag 3 dagen werken. Dat ik dacht, dan kan je hier niet werken. Ja. Want wij werken 5 of 6 dagen per week. Het management werkt gewoon altijd. En daarin heb ik me wel gerealiseerd dat, dit is een andere tijd. En ik vind het ook goed dat je tijd neemt voor jezelf. Ja. Heel belangrijk. Ja. En als je een kind hebt, dat je meer tijd aan je kind kunt besteden. En niet alleen maar op een kantoor zit of aan het werk bent. Vind ik heel belangrijk. Maar aan de andere kant zeg ik ook altijd, verwacht niet dat je de hoofdprijs krijgt en dat je heel succesvol wordt of dat je heel veel geld kunt verdienen als jij maar 24 uur per week werkt. Ja, wat je erin stopt, krijg je eruit. Het is input is output. Ja. En ik werk ook met 18 en 20 en 25-jarige ondernemers die online bezig zijn die 1, 2, 3 ton per maand verdienen. Maar die werken wel 80 uur. En die hebben ook zoiets van, ik ga niet socializen. Ik heb of geen relatie, of ik heb een relatie, maar we werken samen en we begrijpen dat van elkaar. Maar die hebben een hele andere manier hoe ze hun leven invullen en omgaan met hun tijd. Dus zeg ik, het is allemaal eerlijk verdeeld. Maar het zijn de resultaten die het gevolg zijn van de keuzes die je maakt. Ja. Dus eigenlijk denk ik dat je voor een groot gedeelte jouw eigen leven mag en kan invullen zoals jij dat wil. Even over die ouders, hè? Want je was daar verbaasd over. Hoe denk je dat dat komt? Dat het dan op grote schaal misgaat tussen ouders en kinderen? Ik denk dat we een generatie hebben op dit moment die het gevolg is van een te goede periode in de tijd. We hebben de oorlog gehad. Onze grootouders, mijn oma en mijn opa, was hard werken. De wereld moest opnieuw worden opgebouwd. Mijn ouders, geboren in de oorlog, hebben dat vanuit hun jeugd natuurlijk meegekregen. Moest hard gewerkt worden, was weinig geld. Hebben hard gewerkt om mijn generatie alles te geven. Alles is mogelijk. Je kan studeren, je kan naar school. Je mag op sport, je mag op pianoles. Dan moet ik wel zeggen, in mijn leven ben ik 1 keer met mijn ouders in mijn vliegtuig op vakantie geweest. Want wij gingen nooit op vakantie. Ik ben nog nooit uit eten geweest vroeger. Wel eens als mijn oma 60 werd of zo. Je hebt hele bijzondere gelegenheden. Dus totaal anders dan nu. Maar mijn generatie is al opgegroeid met bijna alles kon. Maar daarna kon alles. Als ik sommige ouders zie dat kinderen meer hebben dan de hele Intertoys en ieder een Nintendo en de PlayStation en alles. En dus aan de ene kant is er een generatie jongeren nu die misschien echt in de illusie leven dat alles maar vanzelf gebeurt. Maar de grote boze buitenwereld denkt daar anders over. En die ouders hebben, omdat alles kon en alles ging en we verdienden geld en iedereen was hard bezig, druk werken om succes te bereiken, mooi huis, auto, wilden alles aan die kinderen geven. En veel van die mensen hebben zich daar toch een beetje op verkeken. En I don't know why. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen gescheiden zijn, hoeveel relaties niet langdurig stand houden. En ik begrijp dat je niet voor eeuwig samen bent. Toen ik trouwde, ik was 23, dacht ik blijf altijd met haar. Je bent ook jong getrouwd. Ja. En ik ben daar heel trouw in. En echt van, als dat mijn commitment is, is dat voor altijd. Ja. En ik vond het ook heel moeilijk. Dat was een van de moeilijkste beslissingen wel in mijn leven om daar uiteindelijk definitief mee te stoppen. Want dat was een commitment die ik aan mezelf had gemaakt. Aan alles waar ik in geloof. En aan mijn oma. En die heb ik niet waargemaakt. Maar als ik zie hoeveel mensen makkelijk scheiden of net samen zijn en dan al uit elkaar gaan. Of net samen zijn en een kind hebben en dan binnen een jaar uit elkaar gaan. Dan denk ik van, oh jongens, we creëren zoveel ellende door onwetendheid, onbewustzijn. Doe dat nou niet, dat is toch niet nodig. En dus is er een generatie
van mensen die, ja, als je nu kijkt naar hoeveel mensen mentale problemen hebben. Als je kijkt naar de cijfers van RIVM zelfs en CBS en Trimbos, al die onderzoeken. Bijna 1 op de 2 mensen heeft wel mentale problemen. Ja. Tot aan zeer serieus psychiatrische problemen, gezondheidsproblemen. Dus dat zijn de gevolgen van een te welvarende samenleving. Er waren geen gevaren. De staat zorgde voor ons. Alles was veilig. We aten alles en meer dan we nodig hadden. We hebben alles en meer dan we nodig hebben. En dan ineens zegt iets of iemand, hallo, ik moet nu ingrijpen. Want jullie slapen, het gaat niet goed. Maar ik denk dat veel mensen in een staat van verwarring leven. Mm-hmm. En dat niet doorhebben. Ja, want als ik je hoor, dan zeg je van, mensen zijn veel aan het werk en geven hun kinderen alles. Die zijn dus vooral bezig met de buitenwereld. Zou het ook zo kunnen zijn dat heel veel van deze problemen komen omdat heel veel van die ouders en de gezinnen waar zij uit zijn geboren niet echt bezig waren met de binnenwereld? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, als ik kijk naar mijn ouders en die hele generatie en mijn tantes en mensen die ik ken van de leeftijd net boven mij, zijn er maar weinig mensen die heel erg met de binnenwereld bezig zijn. Echt weinig. Dat is heel rationeel. En... Want ik was er ook bijna voor gevallen. Hè? Je had het net over dat sociale wenslijstje. Ja. Hè, studeren, werken, huisje kopen, dan ga je trouwen en dan krijg je kindjes. Ja. Nou, ik weet het niet. Vink, 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 vink. En als jij er helemaal gelukkig mee bent, is het prima. En als jij er happy mee bent, je voelt je content, dan is het oké. Okay. Dan moeten we daar ook niet een oordeel over hebben. Precies. Als het niet zo is. Ja, nou, bij mij ging het dus mis omdat ik merkte dat ik heel veel bezig was met de buitenwereld. Nou, het stond ik op het punt om in verbinding, dus in een huwelijk, met iemand te stappen. En ik dacht, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wie ik nou echt ben. Mm-hmm. En wat voor vrouw ik ben en wat voor vrouw ik wil zijn. En dan past het eigenlijk ook helemaal niet dat wij dit gaan doen. Want dan weet ik eigenlijk ook helemaal niet wat ik wil van een man. Ja. En wat voor man jij dan voor mij zou moeten zijn. Dus dat had ik toen gestopt. Toen ging ik terug naar de binnenwereld. Ik ging naar de binnenwereld. Nou, en dan kwam een hele andere vrouw uit. Mm-hmm. Waar ook weer een hele andere partner bij zou passen. Dus ik heb ook het gevoel dat op het moment dat je niet bezig bent met de binnenwereld, dan maak je ook niet keuzes die resoneren met jouw binnenwereld. Waardoor het... Ja. Maar vroeg of laat sowieso ik denk dat dat dus een verlopende tijd is, of een verloop in cultuur. He, dat kan ook. In bepaalde cultuur is het nu eenmaal, maar ook zo is het en zo doen we het altijd. Ja. He, zo staat het geschreven. En die tijd is dus aan het veranderen. Dus je ziet dat mensen van jouw generatie veel meer bezig zijn met van, is het wel zoals het is? En wat ze zeggen, kan ik dat niet zelf bepalen? Dus dan komt er, dat is logisch, een tijd van verwarring. Ja. Want het was altijd zo. En nu zeggen we ineens, het kan ook zo. Ja. Wow, is het nou zo? En is zo, het nou zo? En zo, en alles zo, kan. En zo, en zo. Wat moet ik kiezen? Wat is goed, wat niet? Dan worden er mensen boos. Waarom denk jij anders? Ja. Ja, ouders die zeggen, doe gewoon wat ik zeg. Kinderen die zeggen, ja, ik ben loyaal aan mijn ouders. Ik doe dat maar. Daarna erachter komen dat ze eigenlijk dus niet hun eigen leven leven. Dus ja, ik denk dat er een periode van verwarring is. En iedereen heeft ook een periode van verwarring in zijn eigen leven. Precies. Soms vaker. Wat mensen dan weer als een soort quarter life challenge of een quarter life crisis of een quarter life midlife crisis benoemen. Ik heb dat ook gehad. Ik wist ook echt totaal niet meer wat ik met mijn eigen leven aan moest. Ik vroeg me ook af wie ik was en waarom ik deed wat ik deed. En ik denk dat het goed is dat mensen dat af en toe doen. Dat had ik ook op mijn 25ste. Maar je vraagt van, hoe komt dat nou dat zoveel... Ja, als ik... Het is geen veroordeling, maar er zijn veel mensen die niet langdurig met elkaar kunnen leven. Cindy en ik hebben het er best wel eens over. Dat we zeggen, van, wij zijn zo intens gelukkig met elkaar. Wij hebben nooit woorden. We doen alles samen. We zijn bijna altijd 24 uur per dag samen. Als ik naar al mijn
vrienden, inner circle, mensen daaromheen, kennissen, kijk, andere mensen daar weer buiten. Denk van, er is altijd wel wat, tot aan, er is altijd wat en wanneer is het eigenlijk wel leuk? Waarom zijn jullie eigenlijk bij elkaar? Ja. Denk van ja, blijkbaar is samen zijn met andere mensen en samen leven is niet zo makkelijk. Nee, maar vinden jij en Cindy dezelfde dingen leuk? Ja. Staan jullie op dezelfde manier in het leven? Ja. Hebben jullie dezelfde missie? Ja. Werken jullie samen? Ja. Ja, kijk, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen waardoor het samen zijn, of nou in privésfeer is of werksfeer, gaat dan heel gemakkelijk. Ja. Want jullie complementeren elkaar en jullie staan maar hetzelfde in. Wat zegt dat? Nou, dat op het moment dat je niet op dezelfde manier in het leven staat, of hele andere denkwijzes hebt, of niet dezelfde missie hebt, dan kan ik me voorstellen dat het knap lastig is om steeds met iemand te zijn. Hoe kan het dat je niet dezelfde missie hebt? Dat je anders in het leven staat? Hoe kun je dan een relatie hebben? Dat lijkt me lastig. Dus waar gaat het fout? Dat je zelf niet weet wat je wil, zelf niet weet hoe je in het leven staat, niet weet wat je missie is, en dus ook niet iemand kan vinden die daarbij aansluit. Maar ken jij mensen die als ze beginnen met een relatie er zo over nadenken? Dit zijn mijn persoonlijke waarden. Ik hou van vrijheid, onafhankelijkheid, gezondheid vind ik belangrijk. Ik hou van geld, ik hou van hard werken, ik hou van verantwoordelijkheid nemen, ik hou van eerlijkheid. Als ik een vrouw tegenkom, al is het meest lekkere wijf van de wereld, als zij lui is, gemakzuchtig, houdt van zekerheid. En misschien dat ik bij haar pas, omdat ik voldoe aan haar zekerheid. Makkelijk rijke man, hoef ik me geen zorgen meer te maken. Maar niets van wat zij is of hoe zij in het leven staat, sluit aan bij mijn waarden. Daar kan ik toch nooit een relatie mee hebben. Dus dat adviseer ik ook, heb ik ook in dit boek geschreven. Als jij met een relatie gaat beginnen, je bent 18, 20, 24, kijk niet alleen naar, is hij leuk, heeft hij grote spierballen, wat voor auto rijdt hij? Nee, maar pas jij op een geestelijk niveau bij elkaar? Passen jullie bij elkaar? Denk je hetzelfde? Sta je hetzelfde in de wereld? Wil je aanpassen of niet? Want anders kun je op voorhand al bijna bepalen dat dat niet lang gaat blijven bestaan. Ja. En zeg je dan ook of adviseer je dan ook altijd dat je gewoon in een vroeg voortijdig stadium moet kappen? Dat zei ik altijd wel, want ik vind bij alles wat je doet in het leven, als het niet meer leuk is, moet je ermee stoppen. Ja. Maar toen ik de radio niet meer leuk vond, ben ik er mee gestopt. Niet dat ik de radio alleen niet meer leuk vond, maar er speelde zoveel gedoe omheen. Politiek gedoe, wat ik echt niet meer leuk vond. Daarom wilde ik ook weg uit de media. En dan neem ik echt direct de beslissing, resoluut, ik stop ermee. En dat is met alles wat ik niet meer leuk vind, daar stop ik mee. Natuurlijk met de kanttekening dat ik het wel netjes afwerk. Ik loop niet weg van verantwoordelijkheden. Maar als ik bepaald dat ik ergens mee stop, dan rond ik het af en dan is het voorbij. En dat is met relaties ook. Alleen, ook ik heb bij mezelf, bij twee relaties ook ontdekt. Je stopt niet zomaar met een relatie. Alleen sommige mensen, die gaan echt heel ver. Dat je echt denkt van, wat laat jij je aandoen? En je gaat nog steeds niet bij hem of haar weg. Wow. En met terugwerkende kracht denk ik ook van, ja, ik heb ook heel veel fouten gemaakt. Waarom zijn ze überhaupt niet bij mij weggegaan? Ik was ook niet altijd even aardig. En zeker niet sociaal, want ik ben altijd aan het werk. Maar ik werkte altijd met de vrouw met wie ik was. Ik heb nog nooit anders. Altijd? Altijd. Echt? Ja. Oh, dat vind ik wel interessant. Het zou ook niet anders gaan bij mij. Serieus? Nee. Waarom? Omdat het onmogelijk is om met mij te leven, omdat ik altijd werk. En je ziet me ook leuke dingen doen. En dat ik post ook als ik op de boot zit en dan ben ik in de tuin bezig. Nee, maar je hebt altijd, dus jij werkt altijd samen met jouw geliefde. Ja. Maar goed, ik ben ook niet zomaar uit relaties gestapt, want dat was moeilijk. En dat begrijp ik dat moeilijk is. Hè. Je stopt niet zomaar met een relatie. Maar op een gegeven moment moet je met elkaar één kunnen blijven praten. Dat is al moeilijk, want je zit in een conflict situatie. En dan moet je tot de conclusie komen dat het beter is voor ons allebei, dat we elkaar de vrijheid geven dat jij weer een mooi leven kan opbouwen voor jezelf en ik ook. Zonder dat wij vechten. Want wij vechten niet alleen met elkaar, maar ook met onszelf en dus met de wereld. Ja. Want alles is één. Ja. Het is onmogelijk als mensen zeggen, oh, ik heb een fantastisch leven, alleen mijn relatie is helemaal kut. Nou, dan is de rest van je leven ook niet leuk. Want alles is verbonden met elkaar. Dus als dit een enorme dissonant is in de kwaliteit van jouw leven,
zullen er wel mooie, leuke momenten zijn, maar kan het totale plaatje nooit helemaal kloppend zijn. Dat is onmogelijk. Het begint bij jou en bij de dichtstbijzijnde die bij jou staat. Dat is de basis van wat je bent, wat je uitstraalt. Ja. En als dat goed is, zul je zien, laten we zeggen, en dat is natuurlijk een utopische gedachte, als meer mensen op die manier liefdevol met elkaar omgaan in een relatie, gaat de hele wereld veranderen. Want hebben steeds minder mensen conflicten. Zullen mensen verdraagzamer zijn, meer begrip hebben voor elkaar. En misschien is er wel begrip, maar de angst overstijgt de verdraagzaamheid. En dat resulteert in de wereld waar we nu in leven. In hoeverre moeten alle waarden kloppen voordat je vindt dat het een match is? En in hoeverre kun je samen daarin groeien? Dat is aan jou om te bepalen. Niet alles hoeft een match te zijn. Cindy en ik hebben ook niet een 100% match. Cindy is eerder geneigd om te zeggen, en dat zegt ze ook heel eerlijk en oprecht tegen mij. Je bent nu 54. Voor het geld hoef je niet te werken. Maar dat hoef ik al heel lang niet. Ik doe de dingen die ik doe omdat ik het leuk vind. En ik vind het leuk om geld te verdienen. Dus daarom vind ik ook dat ik er geld voor mag vragen. Maar ik werk zo hard, vaak, veel uren, dat Cindy zegt, ja, wanneer ga je nu zelf het leven leven wat je aan iedereen probeert uit te leggen? Ja. En dan zeg ik van, maar ik leef dat leven. Dit is mijn mooiste leven. Maar in alle eerlijkheid, en daar heeft ze gelijk in, zou ik wel meer tijd voor mezelf willen. Ja. Wanneer gewoon, is het genoeg? Nou, dat gewoon dat ik af en toe zo op een berg, heb een berg gemaakt in onze tuin, vond ik leuk. Als ik op mijn eigen berg naar de andere bergen te kijken, en dan ben ik met de honden bezig, dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Vind ik het zo leuk, dan ben ik helemaal dolgelukkig. En het is niet meer, ik hoef niet meer succes of meer geld te verdienen, daar gaat het mij niet om. Ik heb een soort innerlijke missie om mensen te bereiken, te raken, om wat ik nu ook met jou bespreek, om dat verhaal duidelijk te maken. En wat iemand ermee doet, dat is aan iemand. Maar dat ben ik gaan doen en dat is een passie en een drive. En mijn gevaar is dat ik me daar te veel in verlies. Ik kan niet vandaag zeggen, ik kan het wel, maar dat doe ik niet. Oké, ik cancel mijn theatershow. Ik ga niet optreden dit jaar. En ik ga Maximum Potential op 7, 8, 9 juni annuleren. Ik doe het niet, want ik ga lekker in mijn tuin zitten, op mijn berg. Dankjewel, heerlijke thee. Ja, ik ben ook zo gaan zitten, omdat ja, ook zo zit. Ja. Zitten we allebei zo. Dacht, ik geef me even aan. Ik zou heerlijk 3 maanden willen gaan zeilen met Cindy. En ik van, nou, 1, dat doe ik niet. Want ik ben gek op mijn honden. Elke dag dat ik niet bij mijn honden ben thuis, vind ik echt vreselijk. Ik kan me heel goed voorstellen, weet je, als je jonge kinderen hebt, dat je ook denkt van ja, nee, dan blijf ik liever bij mijn kinderen thuis. Ga ik niet een maand in een ander land zitten. Dus ik ben vaak zo kort mogelijk in Nederland. Want ik vind het lekker om thuis te zijn. Dus ik ga ook niet 3 maanden zeilen, want dan kan ik mijn honden niet meenemen. En ze zeggen mensen, ja, dat kan wel. Ik zeg, nee, deze honden die vinden dat echt niet heel plezierig. Dus nee. die ga ik dat niet aandoen. En dat maakt het voor ons ook weer niet heel fijn. Dus we doen het gewoon niet. Maar het is de verantwoordelijkheid die ik mezelf heb opgelegd. Dat was mijn eigen keuze. Ja, ik ga dit jaar, weet ik wel, 50 theatershows doen. Ik doe Maxpot. Eind van het jaar kom ik, we zijn Mastermind Academy aan het helemaal aan het reorganiseren, komen een nieuwe app met al onze programma's, al mijn luisterboeken, mijn e-book, alles komt daarin. Maar dat zijn afspraken die ik heb gemaakt met mezelf en met al mijn andere de mensen in mijn team. Ik kan niet nu zeggen, weet je wat, we doen het niet, we stoppen ermee. Ja, die mensen heb ik werk gegeven. Die verdienen elke maand geld omdat ze allerlei dingen met mij en met ons doen. Het is niet heel aardig om nu te zeggen, ik kom niet optreden in het theater. Er zijn heel veel mensen die hebben een kaartje gekocht. Dus, omdat mijn leven nu zo in elkaar zit, heb ik gezegd, vanaf 2025 ga ik dat niet meer doen. Dan sprak Faya van de week en zei, ja, dat zei je vorig jaar ook al. Ja. Mensen die mij goed kennen, die zeggen, ja, jij maakt elke keer van die afspraken waar je dan toch niet aan houdt. Ik zeg, nee, maar nu wel. Dus mijn agenda is nu leeg voor 2025. Ik ga, behalve Maximum Potential, niet optreden. En het kan zijn dat ik denk, ik heb tijd, ik ga een nieuw boek schrijven. Het kan ook zijn dat ik denk, ik ga het gewoon eens een jaar echt niets doen. Ik wil ook graag mezelf ontwikkelen. En daar heb ik tijd voor nodig. Ja, om gesprekken te voeren. Ja. Ik leer heel veel van
lesgeven. Als ik lesgeef aan anderen, leer ik zelf heel veel door de feedback. Lezen. Daar heb ik tijd voor nodig. En ik zal met het nieuwe project ook nog wel tijd kwijt zijn. Dus het is niet dat ik waarschijnlijk een jaar niets doe, maar dan creëer ik meer rust voor mezelf. En dan heeft Cindy gelijk. Die zegt van ja, ik neem die tijd en die rust eerder dan jij tegen mij. Dus niet alle waarden hoeven gelijk te zijn. Maar als de waarden te ver uit elkaar liggen, dan werkt het niet. Dan groei je toch uit elkaar. Dus je moet zelf wel kijken van welke waarden liggen zo ver uit elkaar dat het niet te overbruggen is. En dan gaat het altijd fout, 100%. En als de helft klopt, dan kun je zeggen, nou, de andere helft dat... Ik ken ook iemand die zegt, ja, 2 dagen per week wil ik op mezelf wonen. Ik zeg, ik vind dat raar. Als ik een relatie heb, ben getrouwd, dan moet ik mijn eigen huis, moet 2 dagen per week, moet tijd voor mezelf. Ja, dat vind ik raar. Maar ja, ja, dat ben ik. Ik ken er ook een aantal inderdaad die daar echt behoefte aan hebben. Ja. Om gewoon af en toe zich terug te trekken en niet met hun partner te zijn. Ik kan me dat zelf niet voorstellen, want ik ben ook zo iemand dat als ik met iemand ben, dan wil ik het liefst gewoon 24/7 met diegene zijn en gewoon alles samen doen. Dus wat dat betreft ben ik maar wel... Maar het is soms fijn om wel eens een momentje te hebben. Sin zegt ook wel eens van, ik vind het gewoon lekker om even alleen te zijn. We zijn altijd samen, maar soms zit ik in de studio te werken een dag en zit zij op kantoor of in de woonkamer. En dan zien we elkaar tijdens de lunch of 's avonds. Wat heb jij gedaan vandaag? Ja. Weet je maar, we zijn wel samen. Ja, 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 mooi. Slotvraag. Uh-huh. Kun jij een top 3 geven van aspecten of oorzaken die het heel moeilijk maken om je eigen leven te designen? Wat houdt mensen tegen? Eentje waar je niet zo heel veel invloed op hebt, is als je last krijgt van een aandoening of een ziekte die jou belemmert. En dat heb ik meerdere malen van dichtbij meegemaakt. En door het werk wat ik doe, krijg ik daar vaak mee te maken of opmerkingen. Dat mensen zeggen, ja maar, dat geldt niet voor... En dan zeg ik, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Als jij beperkt bent, lichamelijk of geestelijk, en dat je niet alles kan, dan is dat een beperking. Ja. En dan kan ik wel zeggen, alles is mogelijk. Nee, dat is niet zo. In dat geval is niet alles mogelijk. Je gezondheid, dat moet je mee hebben. Dus in dat geval is het, wat voor iedereen geldt, je moet omgaan met de omstandigheden zoals ze zijn. En daar is wel een keuze, dat je in de weerstand gaat. Het geldt dus niet voor mij, want ik ben ziek, zielig. En soms zijn mensen ook heel erg ziek en dan is het heel erg zwaar. Maar ik ken ook heel veel mensen die echt heel ziek zijn en zeggen, maar ik laat mij daar niet door belemmeren. Ik hou er alles uit wat wel mogelijk is. Ja. Maar dat is wel een blokkade. Wat natuurlijk ook ergens vandaan komt. Ik ken iemand die echt heel ziek is en daardoor heel veel niet kan. Omdat je wordt beperkt in bewegen, lopen, dingen doen, vaak moe zijn, soms lang op bed liggen, veel medicijngebruik. Dus dat kan je daar wel in belemmeren. Ja. Verder zit het altijd in je hoofd. Altijd. Het enige wat jou tegenhoudt, is de beperking van jouw eigen gedachten. En als jouw gedachten, het zijn mentale tralies, jou opsluiten, dan ben je gevangen. En om te ontsnappen zul je dus die belemmerende, blokkerende gedachten zul je moeten inzien, erkennen en doorbreken. En wanneer je dat begrijpt, en dit is niet een proces van een dag of een week of een korte periode, je bent hier lang mee bezig om je dit te realiseren, te begrijpen en dan echt te begrijpen dat je ervan overtuigd bent dat het zo is, zul je in staat zijn om geestelijk volledig vrij te zijn. En als je vrij bent, is het de keuze wat je daarmee doet. Of je als een kluizenaar of een dakloze op straat gaat leven, dat kan dan een keuze zijn. Of dat je multimiljonair wilt worden en je gaat op superjachten, weet ik veel, in Dubai wonen. En alles daartussen.
Maar dat is allemaal dan het resultaat van de keuze die jij maakt in jouw mind. Maar alle blokkades waar we tegenaan lopen, hebben wij zelf gecreëerd in ons hoofd. Allemaal. Dus daar kan het ook opgelost worden? Daar kan heel veel opgelost worden. En dat maakt ons mensen interessant. Ja. Zijn wij in staat om de tegenstander in ons te verslaan? Nou ja, als ik jou mag geloven, ja zeker. Ja, ik denk wel dat mij dat gelukt is. Ja. 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 Mooi. Ja. Dat was een lang gevecht. Uiteindelijk heb je de victory. Ja. Ja, het voelt niet als victory, het voelt als bevrijding. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Snap je, het is echt... een ontketening. Je bent, ik ben, het is... geen angst, geen verwachting, vol vertrouwen. En dat geeft zoveel rust. Dat is echt heerlijk. Ik zie je ogen ook zo glinsteren. Nou, meer inspiratie kunnen we vinden in je boek Design Your Life. Ik hoop dat we er veel jongeren mee kunnen helpen. Ja. Ja. Ik vraag nog wel altijd aan mijn gasten of je zelf nog iets wilt toevoegen. Ja. Nee. Iets wat je nog graag wil zeggen. Ben je misschien iets vergeten te vragen? Ja? Ja, ik vond het ook heel leuk. Fijn. Ja, ik ben dan altijd, ik denk er niet over na als ik aan het praten ben. Soms weet ik ook niet eens wat ik zeg. Ben ik benieuwd hoe, als iemand nu kijkt, hoe je dat ervaart. Ja. Hoe je het verhaal hoort. Want ja, in je hoofd maak je er weer je eigen versie van. Precies. Dus komen de woorden zoals ik ze uitspreek ook over? Of hoort iemand ze anders? Ja. Laat het weten. Ja, we gaan het inderdaad gewoon vragen. Laat het even weten in de comments. Maar ook de dingen waar je misschien tegenaan loopt in het designen van je eigen leven. Maar ook de dingen die wel heel goed voor je werken. Dus laat het dan maar weten in de comments. Want die inspiratie kan natuurlijk gedeeld worden met zoveel mogelijk mensen. Ja. En supermooi wat je doet. Dankjewel. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt, Michael. En jij heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal. Rechts onderaan dit schermpje zie je een knopje met abonneer. Klik daar eventjes op als je het nog niet hebt gedaan. En steunen kan natuurlijk altijd via sennooisje.com/doneren. Graag tot de volgende keer. Vergeet niet om door te sturen naar mensen waarvan je vindt, oh ja, dit moet je echt even horen. En graag tot de volgende keer.